Ja, hallo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Krijg je Kleren. Deze week mijn lieve vriendinnetje en oud-collega Monica. Ja. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Ik ook. Gezellig. Ja, gezellig. Lang niet gezien. Ik heb jou jarenlang horen praten over je YouTube-kanaal en dat is nooit van de grond gekomen tot nu. Dus dan maak ik graag een kleine verschijning. Hallo. Ik stuurde jou een appje. Hey Mo, kom je langs? Ja, je hebt me al 80 appjes gestuurd met ik ga beginnen met je YouTube-kanaal. Maar nu was het een datum en een tijd. Ja, en toen... ja, als het concreet is, dan ben ik er. Hoe is het met je? Ja, gaat heel goed. Hoe is het met jou? Ja, goed. Nog lekker aan het concentraten. Ja, hoe zeker. Is het? Het is echt anders geworden. Het is heel anders. Je wordt wel gemist. Ja, ik vind het ook wel echt heel leuk. Ik kijk nu iedere video. Ja? Ja? Ja, dat deed ik voorheen niet. Omdat ik mezelf ook vaak niet terug wilde zien in bepaalde situaties. Maar ik vind het nu echt, ik vind het jammer dat ik eruit ben. Het is ook echt heel leuk. Ja. Leuke mensen, we doen leuke dingen. Ja. Daarover gesproken, want we nemen natuurlijk al oude video's mee, of oude foto's mee. Ja. En ik dacht, ik kan Monica natuurlijk zelf de foto's mee laten nemen, maar ik kan ook voor Monica een foto kiezen. Dus ik ben even door mijn eigen foto's heen gegaan en daar kwam ik iets tegen van ons. En ik heb zo hard gelachen. Oh mijn god, nee! Dit was zo erg. Ik was die dag... zo boos. Je was woest. Nee, maar geen grap. Ik zit met een leuk clubje mensen bij een YouTube-kanaal. We doen een livestream en wat gebeurt er? Ik moet in een schilderspak ondergespoten worden met ketchup. Zo laat ik me niet behandelen. Dit was echt zo gênant. Terwijl ik op een kinderfietsje zo zit. Nou, dit was echt erg. Oh. Ik was zo boos. Dat was maar niet te doen. Even zonder gein ook, als ik dan mezelf hier zo naast sta. Alsof jij een kind... Alsof ik een kind ben. Dus op de apenmeel ben jij mij een nootje aan het geven. Maar ook ik op die hoge hakken. Ja. Het is net een travestiet. Nee, waarom had jij die hakken aan? Ik heb één keer tijdens een livestream een hoge hakken aangehad. En ja, dat was het niet zo. Maar mijn tekst erbij is ook grote reus en klein boos aapje. En dan nog zo'n kusje erbij van wat was ze boos. Ik vind het fantastisch. Ben ik nog meer tegengekomen? Nee. Oh. Nee. Terwijl wij toch wel gênante foto's hebben, denk ik. Ik heb heel veel gênante. Ja. Misschien moet ik dan eerst aan mijn eigen gênante foto's doen. Gaan we dat doen? Met Michelle Cox. Oh, ja. Over gênant gesproken. Oh, mijn god, dat was ik wel lekker dun nog hier, zeg. Hier was je heel erg dun. Dat zien we eruit, hè? Oh. Dit is erg. Maar die schoenen die we ook aan hebben. Ja, sorry, maar ik heb groene nagellak op. Gaat het niet? Dit was van mijzelf. Dat was niet dat Michelle die mij had opgedaan. Dit had ik echt zelf bedacht. Want ik wil vandaag groen. Ja, is jouw stijl heel erg veranderd met nu en toen? Denk ik eigenlijk niet echt. Ik heb gewoon sowieso een heel verschillende stijl. De ene dag kan ik er echt uitzien als een jochie. En de andere dag dan ga ik in een jurkje met hakken. Dat is echt heel verschillend. En jij doet dan ook designers gewoon mixen met een Topshop? Ja. Ja, H&M'tje, Zara. Ja, dat vind ik echt wel tof aan jou. Dat je gewoon ook dat mixt. Ja, nee. Ik zou het allemaal willen dragen. Ik heb het geld niet. Ik ben helemaal leeg. Ik ben weg bij Concentrate. Ik heb er geen geld meer voor. Nee. Ik vind het verschrikkelijk als het too much is. Allemaal bij elkaar, hoor. Ja. Al die logo's en ik hou er ook wel van om mezelf een beetje te behangen met sieraden. Dus dan wordt het heel gauw trashy. Nou, dat vind ik niet. Maar ik vind sieraden wel, daar moet je wel in investeren. Sieraden, tassen, schoenen. Ja, ben ik met je eens. En dan de rest mag gewoon crap. De rest mag echt crap zijn. Ik vind ook echt, als ik een nieuw sieraad heb gekocht, dan denk ik van, oh, nu wil ik eigenlijk gewoon alleen nog maar basic shirts in de kast hebben. Omdat die sieraden maken jou. Ja. En dan voor de rest maakt het niet uit wat je draagt. Ja. Dat vind ik echt. Ja, vind ik ook. Maar ben je al snel op dingen uitgekeken? Qua jongens wel. Nee. Dat is niet waar. Nee, eigenlijk niet. Ik heb best wel veel items die ik echt lang in de kast hou. Ja? Ik gooi niet snel dingen weg. Maar dat is ook omdat ik een beetje een hoarder ben. Dus ik kan het ook niet weggooien. En dan ligt het alsnog 3 jaar niks te doen. Dus had ik het net zo goed wel weg kunnen gooien. Maar ik denk dat ik spullen wel lang gebruik. Maar dat is wel echt iets van de laatste tijd. Omdat ik er ook beter over nadenk wat ik koop. Dus dan kan je het ook langer gebruiken. Ja. Ik heb voor jou geshopt. Ja. En jij voor mij. Ik heb voor jou geshopt. Ja. Ik ga ze even bijpakken. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe het je staat en wat je er zelf van gaat vinden. Zal ik eerst uitpakken? Ja. Ja. Oké. Okay. Oh mijn god, ik ben echt benieuwd. Ik vind het best wel... Ik vond het best wel lastig. Omdat ik je een maand geleden zag en... Toen wist ik dat je zwanger was, alleen toen dacht ik, ja sorry hoor, ik zie geen baby. Nee. Dus ik ben maar gewoon een normaal shirt gaan, ja. Iets groter. Oh, maar dat vind ik wel heel leuk. En Lars hou ik ook van lekker oversized.
Ja, jij had mij geappt van hoe zijn je maten nu? En ik dacht, ja, nog wel enigszins hetzelfde. Maar weet je, iedereen zegt constant tegen mij, op een dag komt die buik echt. Ja, inmiddels zijn we 24 weken verder. Het is er nog niet echt. Oh. Een flairtje. Oh, leuk. Ik ken je een beetje en als het maar lekker zit, dan ben jij blij. Dan ben ik blij. Oh, deze is heel leuk. Oh, leuk met dit. Ja, dit. Ja, hier voel ik wel wat voor, hoor. En omdat je wel altijd gekleed bent. Hey. Ja. En je houdt van jasjes. Volgens mij heb ik deze ook voor jou. Wij hebben trouwens heel vaak dezelfde stijl. Ja, we hebben heel veel dezelfde dingen ook, toch? Want dat wij dan aankwamen, dat we dan hetzelfde... Heel leuk. Ja, dacht ik ook. Ja, dit is leuk. Lekker pakkie. I like it. Zeker. Ik denk dat het heel leuk is. Heel leuk, en het is lekker stretches. Dus kan, mocht die baby ineens komen... Dan is het gewoon... Dan is daar ruimte voor. Oké. Leuk. Oké, nice. I like it. Wat wil je dat ik doe? Wil je dat ik het aantrek of wil je dat ik nu jou spullen Doe maar, zien? Die van mij. Ja? Oké. Ja, gaan we daarna wel even aantrekken. Nou, dan hebben wij hier... Een verrassend jasje. Het zal wel als niet. Ja, ik dacht, jij houdt wel van een beetje... Jij houdt wel van een beetje panterprint, toch? Ja, ik vind het wel weer heel grappig dat we hetzelfde voor elkaar hebben. Ja, dat vind ik ook grappig. Ik heb ook gewoon een basic t-shirt, maar dan rood... Heel leuk. Toch? Ja. Rood is ook wel jouw kleurtje. Ja. Je draagt ook wel veel rood. Ik draag veel rood. Rood, streepje, zwart-wit. En ik dacht, dit is wel druk. Dus ik heb een zwarte flirt gedaan voor jou. We hebben eigenlijk een beetje hetzelfde voor elkaar. Jee, Mo, wat kennen we elkaar goed. We hebben echt een beetje, toch? Want dit vind jij ook wel leuk. Ja. Het is niet alleen wat ik leuk vind, maar het is ook wat jij leuk vindt. We kennen elkaar dan, dat is wel bizar. We kennen elkaar dan wel goed. We kennen elkaar, we zijn door dik en dun gegaan. Zou ik eerst gaan passen? Ja. Ja, ik ga het aantrekken. Trek het aan. Trek het aan. Trek het uit en trek het aan. Maar ik ben inmiddels al een half jaar zwanger. Ja. Maar heb jij je niet al helemaal ziek gekocht aan babyspullen? Nee, dus helemaal niet. Niet? Nee. Ik heb natuurlijk wel wat liggen. Maar het is niet dat ik denk... Want ik vind ook gewoon... Kijk, ik ben wel praktisch. Wat dat betreft denk ik wel een beetje meer als een man. Ik denk, ja, het is allemaal schattig, maar... Je hebt niet meer nodig dan dat je nodig hebt. Want na 2 weken dan zijn ze er weer uitgegroeid. Dus ja, ik vind dat gewoon zonde. En het wordt toch hartstikke vies. Want ze kotsen en ze kakken. En het is Het is niet zo dat je dan denkt, oh, ik ga een leuk Gucci pakken. Nee, ben je voor gek. 600 euro kopen ben voor mijn kind. Ben je gek. Dat is het laatste waar ik mijn geld aan uitgeef. Nee, dat zou ik echt niet doen. Kijk, als jij 16 bent en je wil een keer een mooi item... Gaan we er eens even goed over zitten en gaan we kijken hoeveel zakgeld jij hebt gespaard. Ja. Maar absoluut niet. Als jij gewoon een kind bent, dan hoort er ook uit te zien als een kind. Ja. Nou, Mo. Ik vind het echt ontzettend leuk. Ik vind het ook heel leuk. Zo zou ik jou toch gewoon kunnen zien? Ja. Dit is gewoon wie ik ben. Als ik met jou afspreek, dan heb je gewoon dit aan. Dat kan gewoon. Toch? Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, dit zou ik dan... Zo zou ik zeg maar gewoon als we koffie gaan drinken. Ja. En als ik dan iets... Een livestream heb. Een livestream heb van Concentrate. Dan of trek je het jasje eroverheen aan. Ja, of een of andere meeting. Ja. Nee, dan... leuk toch? Ja, ik vind het heel leuk. I like it. Ja, heb je echt heel goed gedaan. Ja, ik ben ook wel blij met deze keuze. Ik voel me echt ineens... Stylist. Alsof ik er verstand van heb. Styling Mo. Ja. Je hebt er wel verstand van. Nee, ik kan niemand kledingadvies geven. Nee? Hoor. Nee. Ik moet zeggen dat ik mezelf niet zou zien als een inspirerende bron van fashion. Nee. Ik kijk heel vaak dan naar dingen die Noor aan heeft. Oh ja. Of hoe Lizzie er altijd is, vind ik ook leuk. Alleen dat wat Lizzie draagt, dat zou ik dan weer niet dragen. Maar dat vind ik wel leuk om te zien. Ja. Maar ja. Ik vind dat ik voel me dan heel onzeker als ik daarin loop. Omdat het gewoon too much is. Ja, omdat het zo uitgesproken is. Ja. En ik vind dat Anna er ook vaak leuk uitziet. Maar ook wel heel veel dingen die dan bij haar leuk staan. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik ga even alvast mijn mening geven. Oké. Okay. Oh, jezus. Ik vind het verschrikkelijk. Nee. Nee, grapje. Ik vind het heel leuk. Alleen, het is wel dat ik niet denk dat ik het zelf aan zou trekken. Maar nu ik het aan heb, zou ik het dus wel aantrekken. Dus ik ben weer een... Wow! Dit is toch wel leuk? Wow, ik vind het echt heel leuk. Het is niet per se mij, maar ik vind het wel heel erg leuk. En toch? Ik vind dat geel heel lekker verfrissend. Ja, ik vind dat geel ook heel leuk. Dat maakt het wel echt... toch? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Ja. Ik ben wel content. Oh, ik vind het heel leuk, Mo. Ja, ik ook. En ik vind het ook leuk dat dit niet dezelfde stof is. Ja. Toch? Ja. Voel even.
Ik vind het echt leuk. Ja. You did a great job. Misschien mag ik je wel stylen. Nou, inderdaad. Dat, wil jij dat? Ja. Vind jij dat leuk? Ja. Jij vindt dat echt leuk? Ik vind dat echt leuk. De hele dag. Wie in Nederland zou jij nou echt willen stylen? Nou, jou. Ja. Dat lijkt me heel leuk. Want dan ga ik gewoon met de topshop. Want ik weet dat jij gewoon topshop en H&M en Zara draagt. Jij gaat niet moeilijk doen. Nee. Dus dat zou ik dan heel leuk vinden. Holly, want die heeft gewoon een figuur. Ja, daar wil je alles op aantrekken. Ja, kan je gewoon een vuilniszak, twee gaten maken. Ja, dat is echt zo. Maar zou je dit dan gewoon normaal nu aandoen? Als je... Ja hoor. Dit zou ik wel, hier zou ik wel gaan eten. Ja. Nou, houd aan. Je hebt zo meteen eten. Ja, zo meteen een etentje. Maar dat is denk ik ook veel, wat ik net zeg, is dat heel veel vrouwen zich onzeker voelen in iets wat ze niet zelf gewend zijn om te dragen. Zou je daar echt scheid aan moeten hebben? Je gewoon echt het aan moet trekken en de deur uit moet gaan. Ja, jij hebt wel echt scheid. Ja. Nou ja, kijk. Aan de ene kant inderdaad kan ik soms inderdaad me een beetje onzeker voelen als ik iets aan heb wat niet echt in mijn comfortzone ligt. Maar het is niet dat ik daar heel lang over nadenk. Nee. Maar ik doe ook niet heel vaak echt hele gewaagde dingen aan, hè? Vind jij dat ik er vaak gewaagd uitzie? Nee. Nee, maar daarom zou ik gewoon jouw kledingkast zo over kunnen nemen. Ja. Ja, klopt. En mijn vriend vindt dit echt verschrikkelijk. Ja? Ja. Die haat panterprint. Niet? Ja. Je vindt het echt wel geluk. Ja, ik vind dat niet. Ik hou ervan. Ja, maar hij vindt dat echt... hij vindt niks... Weet je, ik heb dat heel erg met legerprint. Ik vind legerprint zo lelijk. Dat is echt niet te filmen. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Ik vind dat ook bij niemand vind ik dat echt staan. Nee. Ja, nee. Nee. Ja, bij iemand die in het leger zit. Ja. Trek jij lekker een camouflagejasje aan? Dat is prima. Terwijl ik de kleuren wel heel mooi vind, apart van elkaar, maar in zo'n printje. Nee. Zo'n legerbomberjackie zonder print. Nee, die kleur van dat, zo'n kaki. Het gaat er niet in bij mij. Terwijl het je heel mooi zal staan. Nee, het staat mij ook niet mooi. Nee? Nee. Maar dit staat je... Oeh, sorry, grapje. Maar dit staat je wel. Zou je dan dit nu niet aan gaan doen vanwege Lars? Oh, nee. Nee, dat maakt maar niet uit. Maar hij gaat heel de avond kotsgeluiden maken. Nee. En dat is vervelend als je aan het eten bent. Hij gaat dan echt naar me kijken. En dan met de mensen met wie we gaan eten zegt hij... kijk, wat aan ik. Dat is zo lelijk. Maar ja, in principe als hij in een kostuum aankomt zitten gemaakt van legerprint... dan zou ik ook heel de avond zo aan tafel zitten. Dus ja, whatever. Maar ja, dus dat zou de enige reden zijn dat ik denk... ik zou het niet aantrekken, maar voor de rest, nee, ja... Ik vind ook heel vaak dat hij er niet leuk uitziet. En dat vindt hij ook heel vaak van mij, ja, prima. Doe je zijn styling? Oké. Voor een man moet je dat wel een beetje doen, toch? Ja, het lukt niet helemaal. Maar op onze eerste date kwam hij bijvoorbeeld aan op... ik heb toen letterlijk geappt naar een vriend van mij die ons had gekoppeld van... Nee. Dat kan niet. Hij had deze schoen aan. Hij had van die witte bootschoenen van Louboutin. Ja. En dan met van die spikes erop. Maar glimmende spikes in... Allemaal kleuren. Nee, het was echt zo ontiegelijk. En op een gegeven moment had ik dus geappt tegen naar die vriend van... ik vond die schoenen wel echt heel heftig. Ik weet niet of ik daarmee over weg kan. Dus ik zei, maar dat moet je niet tegen me zeggen hoor. Dat vind ik zielig. Die had natuurlijk gelijk... die schoenen mag je normaal! Dus, terwijl die daar zat in dat restaurant. Nee. Dat zou echt erg zijn. Oh, dat je tegenover elkaar je biefstukje zit te vreten. En dat hij dan zegt, bedankt dat je mijn schoenen zo lelijk vindt. Nee, dat was het niet. En toen daarna kwam ik bij hem thuis. En toen zag ik dus dat hij iets van 16 paar van dat soort schoenen had. Maar die heeft hij sindsdien nooit meer aangetrokken. Maar ik vind dat vooral zonde. Want hij heeft heel veel dingen in zijn kast. Die hij van een beetje zijn eerdere jaren, weet je wel. Dan, als je dan een beetje je eigen geld gaat verdienen. Dan gewoon heel erg dat merkgeile Givenchy en Louboutin. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja, voor mannen gewoon heel erg die logootjes. Ja, oh, ja. Want bij mannen is het soms niet echt fashionable. Is het gewoon echt, ik ben die en die en ik draag een shirt van €800 omdat er Givenchy op staat. Ja, dat is niet wat ik leuk vind. Nee. Maar jij moet zo eten in je pantenpak. In mijn pantenpak. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ik ook. Ik vond het leuk om te gast te mogen zijn. Dankjewel. Mocht je nog ooit een stylist nodig hebben... dan ben ik je. Ik hoef er niet voor betaald te krijgen. Okay. Nou, in dat geval. Ik neem alleen jouw pinpas mee en die gebruik ik om te shoppen voor jou. Nou, leuk.
Oké. Okay. Ik ga je bellen als de zwangerschapskilo's eraf zijn. Heel erg bedankt in ieder geval. Ja. Jij bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren. Doei!